Hoe vindt Lars dat? Die gaan we zo zien, hè? Ja. Ik weet nog wel dat we toen een van de eerste dates dat we naar de Efteling gingen. Ja. En dat toen ineens heel veel mensen zeg maar, vroegen van ja, mag ik met je op de foto of het is mijn aanspraken. En dat hij daar toen best wel van schrok. Van, is dat, komen die mensen ook echt naar je toe en zo? En, Hij is profvoetballer. Hij maakt dat op zijn manier natuurlijk ook een beetje ja, mee. Ja, hij is natuurlijk gewend dat hij dat natuurlijk op zijn manier een beetje heeft. Maar hij was niet echt thuis in de wereld van YouTube en internet. Nee. En nu zit hij er middenin? Ja, nu zit hij er middenin. Goedemiddag. De volgende beelden kunnen als schokkend ervaren worden. Monica is aan het sporten. Woehoe! En dan arriveert grote liefde Lars Veldwijk in het dagelijks leven profvoetballer bij FC Groningen. Dat is Lars. Ja, mooi. Lars, dag. Leuk je te ontmoeten. Ja, wordt dit ook jouw huis straks? Ja, wel een beetje hoop ik. Ja? Ja, voor zolang we hier als in Amsterdam zijn dan wel natuurlijk. Hoe lang zitten we nu samen? Bijna een jaar. Bijna een jaar? Ja. Ik heb haar 3 jaar geleden voor het eerst gezien. Alleen toen zaten we allebei nog in een relatie. Ja. En toen hebben we elkaar helemaal niet meer gezien. Totdat we opeens allebei vrijgezel waren. En toen is het heel snel gegaan. Maken jullie al echt toekomstplannen? Ja, ik denk dat we wel veel voor de toekomst hebben. Ja, je weet dat ze voor de 25e moeder wil worden. Dat staat aan het boek. Ja, dus we hebben nog 3 jaar. Tijd om het glas te heffen op het nieuwe huis. Champagne. Kijk daar. Ja. Wow. Als je nu gaat nadenken over 5 jaar. Oh. Ja, waar staan we dan? 5 jaar, waar staan we? Ja, dat vind ik zo moeilijk te zeggen. Want ja, dit is natuurlijk echt een wereld die ineens is opgekomen. Dus misschien dat ik over 5 jaar nog video's maak. Maar misschien dat ik dan hele andere dingen doe. Ja, en dan lopen hier straks 6 kinderen rond. Of zo. Misschien wel, ja. Ik denk dat het wel klein wordt voor 6. Maar ja, wie weet. Ja, moet je aan de bak, Lars? Ja, goed oefenen. Moet je erin schieten. Oké, jongens, proost. Proost. En dankjewel. Ja. Heel leuk om je mee te spreken. Jij hartstikke bedankt. Ja. Dat is echt goede champagne, hoor.